was. Ja, je ziet dat er achter mij hard gewerkt wordt. Het is Ten Kate Grasgroep die op dit moment bezig is om het nieuwe kunstgrasveld in de stadion te leggen. Het oude is al reeds afgevoerd. En wat Ten Kate daarmee van plan is, ja, dat is helemaal aan Ten Kate. Herakles heeft daar verder geen bemoeienis mee. Maar het is wel zo dat de nieuwe grasmat er voor de helft van het stadion al helemaal in ligt. En de tweede helft, daar zijn ze nu mee bezig. Ze willen graag op 1 augustus de zaak opleveren. En dan zou op 9 augustus, dat is dus de eerste dag dat er een wedstrijd hier in het oefenprogramma van Heracles is tegen PEC Zwolle, dan zou de grasmat door de spelers en de staf van Heracles in gebruik worden genomen. Er zijn meer clubs, VVV bijvoorbeeld, RKC, PEC Zwolle, Den Haag. Die zijn allemaal weer overgestapt van kunstgras op normaal natuurgras. Heracles doet dat niet. Heracles die vindt dat ze dus daarin te veel zelf moeten bijdragen. En de bijdrage die de KNVB daarvoor geeft, die is niet voldoende, vindt Heracles. Dus zegt Heracles, wij blijven op kunstgras spelen. Want een nieuwe trainingsaccommodatie ergens uit de grond stampen kost veel en veel meer. Dat is een mogelijkheid natuurlijk, het huren. Maar goed, als je zelf over een kunstgrasveld beschikt en als je dan kijkt wat hier rondom het stadion, daar zit Oranje Nassau en daar zit La Première, die hebben natuurlijk wel de mogelijkheden om Heracles daar een trainingsaccommodatie ter beschikking te stellen. Maar zo happig zullen ze daar vast niet meer zijn. Ja, kost geld. Kost allemaal geld en dat zegt Heracles. Dat gaan wij dus niet doen. We hebben op dit moment in een toch wat woelige tijd moeten we goed met onze centjes omgaan.